Bibi gaat vandaag een hele bijzondere dag, want haar beugel gaat eruit. Na 2 jaar volgens mij, dus Bibi gaat dat vloggen. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik ben weer lekker terug in Amsterdam. En het regent heel hard buiten, het is echt herfstweer en ik zit even in bed. Ik ga zo naar de dokter en naar kantoor. Maar ik moet nog even wachten op mijn afspraak. Oh, die is trouwens over een kwartier. Misschien moet ik er maar uit. En ja, ik ga jullie weer gezellig de hele week meenemen. Good morning guys. Ik heb het allerleukste fluffy babytje hier. Ik ga ook papa pakken. Ga je papa pakken? Ja. Maar je moet mama pakken. Papa, ik wil niet pakken. Kom. Kom. Au. Kom. Ben jij een kikker? Wil je met mij knuffelen? Mm. Alsjeblieft. Oké, guys. Nu, good morning for real. Ik heb gedoucht en me opgemaakt. Zoals jullie kunnen zien, ik heb nog nat haar. Maar ik heb vandaag afspraken voor het boek. En we gaan aan het boek schrijven en werken vandaag. Dus ik moet de deur uit. Ik heb alleen een beetje vervelend nieuws. Want mijn oma is vannacht overleden. En ze had gelukkig geen pijn. Ze was 98, dus ook heel erg oud. Maar toch heel gek. En we zijn natuurlijk allemaal wel verdrietig erover. Dus misschien ben ik iets minder opgewekt vandaag. Maar ik dacht, ik ga wel gewoon vloggen. Dus ja, ik ga nu mijn spullen pakken en heel veel haar komen. Ik moet wel met nat haar de deur uit. En dan gaan we beginnen. Hey guys, good morning. Het is vandaag zaterdag en het is 9 uur. En ik ben op een shoot. Ik ga vandaag een nieuwe campagne shooten. Eerst doe ik het alleen en straks komt Keo. Dus dat is heel gezellig. En ik heb deze week weer echt super weinig gevlogd. Omdat ik elke dag alleen maar dit soort dingen aan doe. Maar ik dacht vandaag, ik wil even een beetje behind the scenes filmen. Want hier is de shoot. We hebben net iets heel leuks geshoot, maar ik mag het nog niet laten zien. En dit is wat ik aan heb vandaag. Oud jurkje van Boel. En deze laars die ik nieuw gekocht. Die zijn van de Zara. En wat ik dacht wat wel leuk is misschien voor deze vlog. Als ik een kijkje in iedereen's leven van mijn familie geef. Dus ik vlog zeg maar nu. En Bibi gaat heeft vandaag een hele bijzondere dag. Want haar beugel gaat eruit. Na 2 jaar volgens mij. Dus Bibi gaat dat vloggen. En Bibi gaat vanavond naar Walibi Fright Night. Voor het eerst. Dus ik had gezegd dat is wel leuk om te vloggen. Dus Bibi gaat dat ook vloggen. Het is al een tijdje dat ik nu weer in de vlog ben geweest. Als jullie het misschien wel kunnen zien, is mijn beugel eruit. En ik vind het heel raar. Het voelt heel raar. Maar ik ben wel echt super blij. En ik loop nu naar Puk. Dat is een van mijn beste vriendinnen. Want vanavond gaan we naar Fright Night. Dus ik dacht, nou, super leuk. Dan doe ik gewoon allemaal wat leuke dingen filmen en zo. Dus dat ga ik doen. Gaan we er nog een keer, jongens? Waar gaan we? Wie gaan we nu hebben? Het is echt heel eng. Zo, dit gaan we in het spookhuis en dat wordt echt heel leuk. Super leuk. Ik heb echt spanning voor hun. Ik ook. Ik weet niet of jullie me kunnen zien. Ik weet niet. Maar we gingen net in het spookhuis. En het was echt. Het was echt zo leuk. Zo vet. Maar het was wel echt. Wow, allemaal door elkaar. Oké. Okay. Maar het was wel echt heel eng. Echt. Als je hier naartoe gaat, moet je in deze. Het heette Haunted Holidays. En hij was echt. Emmeline, zeker erin. En hij was echt heel leuk. Ja, ik durfde niet in de andere. Toen gingen we hond ook eten. Want wij waren een beetje bang. We hebben gehuild en zo. Maar ja, maakt niet uit. Het is dus afgelopen. Ja. Jammer. Dat is erg jammer. Waffels! Oliebollen! Yes! Holy shit! Oliebollen! Dus dat gaan we halen en dan gaan we naar huis. En dan kijk maar. Oké. Het is de volgende ochtend. Van een leuke avond gisteren. En het was echt heel vet. Ja, het was echt heel leuk. Het was echt heel leuk. We moeten er zeker een keer. Ja. Maar als je niet goed tegenwoordig kan, dan moet je echt niet gaan. Nee. Want
Ik heb niet echt heel veel nachtmerries daarover gehad. Het is gewoon meer. Ja, ik heb wel. De gedachten en zo. Mooi. Ik ben nu klaar met deze kleine mini takeover. Dus, als je dit heel leuk vond, dan moet je het even zeggen. En dan doe ik het vaker. Doei. We zijn nog niet knuffels. En dan zeg ik. En Sander is op tour in Argentinië. Dus ook dat gaat hij vloggen. Dus dat gaan jullie allemaal ook in deze vlog zien. Ik ga naar Argentinië. En ik dacht, het is weer tijd voor een kleine vlog takeover. Ik vind het niet heel leuk om de familie helemaal alleen te laten zo lang. Maar ik kom dinsdag thuis. En ik ga mijn avontuur even voor jullie vastleggen. We zijn in Buenos Aires. We moeten vanavond in Córdoba zijn, daar is de show. En daar vliegen we nu zo meteen naartoe. Sander is weer zijn paspoort vergeten. Ja, sorry, ja, we gaan een voetbalwedstrijd in en dan moet je paspoort mee hebben, dat was ik even vergeten. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik ga niet liggen. Heel erg zelfs. Wij gaan naar Boca Junior tegen River Plate. En dat schijnt zeg maar de allergestoorste voetbalwedstrijd in de wereld te zijn. En we gaan tussen de hooligans van Boca zitten. Oké, we gaan crazy op de straat aan het lopen. Iedereen die loopt hier achter mij om mij heen naar het stadion. Het is echt een soort elektrisch sfeertje, echt heel tof. En als je in Argentinië bent, dan moet je natuurlijk één ding sowieso doen. En dat is lekker barbecuen. Dat doen ze hier echt als best in de wereld. Misschien dat die Amerikanen het niet leuk vinden om te horen, maar het is wel zo. Moet je even kijken wat je hier allemaal hebt. Oké, deze gasten achter ons, die zijn, dat is onze klik. Dat doen we het even mee. Ja, voetbal is hier in Argentinië natuurlijk zeg maar het allergrootste, omdat ja, het land gaat op is niet echt heel top. Economisch echt al 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, echt doffe ellende, corruptie, alles. Dus voetbal is voor hun zeg maar de uitlaatklep. En dat kunnen ze echt als geen ander. Dus exciting. Heb je er zin in? Let's go! Wauw, oké, het zit erop. 2-0 verloren. Deze jongens die, met wie we zijn, die zijn een beetje zo geweldig. Die gaat het slecht aan. Maar het was wel echt dik, toch? Het is echt crazy, die energie, jongen. En ook, zeg maar, als met 2-0 verloren. En dan gingen ze nog dat stadion nog niet uit. En alleen maar zingen. Maar het was echt, echt een van de meest gestoorde experiences ever. Alright, cool. Zometeen DJ'en. En dan gaan we bijna terug naar Amsterdam. Wauw. Oké, die experience gisteren was echt... Ja, kan er nog steeds niet echt over uit. Het was zo ontzettend gaaf. En een vriendje van mij, die jullie allemaal goed kennen, die appte mij terwijl ik in het stadion zat. Van, hey dude, waar hang je uit? Ik zeg, ja, ik zeg, je wilt het geloven of niet, maar ik zit in het stadion van Boca Junior in Buenos Aires. En hij zegt, oh, dat is grappig, ik ook. Dus je kunt je voorstellen, dat was zo crazy. Gewoon... een van mijn beste maatjes. En hij was daar met een hele beroemde Nederlandse voetballer. Voor een heel tof Nederlands programma. En daar zijn we gisteren mee gaan eten. Ik kon het allemaal niet vloggen. Want het moet toch een beetje geheim blijven wie in zijn nieuwe programma allemaal de gasten zijn. Maar het was echt... Ja, ik kan niet... het is echt gewoon irritant dat ik niet kan zeggen hoe en wat. Het was zo... Het was zo crazy. Oh mijn god. Maar goed, ik ben dus een klein... hoofdstukje in mijn jongensboek verder. En ik weet niet waar ik dit aan te danken heb, maar dit was echt... Ja. Echt heel bijzonder. Ik ga terug naar mijn meiden.
Ciao. Ik ben klaar met de shoot. Het is, hoe laat is het, Sam? Half vijf. Het is 4:30. En Olivia en Sander hebben mij net opgehaald. En Bibi de Beugel is er dus uit. Ik heb net de foto's gezien, maar jullie gaan dat dus ook zien. Echt heel bizar. Het ziet er zo gek uit. Het is echt niet normaal. En nu... Kijk, kom hier. Kom je even hallo zeggen op de vlog? Hallo. Hallo, wat ben je aan het doen? Dit doen. Dit doen. Ah, Sander, hoe was het in Argentinië? Dat, ja, dat was dope. Ja? Ik ben echt een extreme voetbalwedstrijd geweest. Maar dat heb je gevlogd of niet? Ja. Dus dat zit ook in deze vlog dan? Ja. Oh, wat leuk. Dat was echt, ja. Oli, heb je mij gemist? Olivia, heb je mij gemist? Ja. Kan je even de nieuwe helikopter laten zien aan de vlog, mensen? Kijk. Ik vind hem zo mooi. En ik wilde nog vragen, want ik vind het dus best wel leuk om extra video's op te nemen. Of jullie in de comments suggesties willen achterlaten voor ander soort video's dan vlogs. Dan kan ik die de komende periode gaan filmen. Ik heb dus die video van onbeschofte vragen gedaan. Ik heb een Q&A met Bibi gedaan. Volgens mij verder nog niks. Oh nee. En ik heb een keer Bibi dus mijn make-up gedaan. Ik zie er moe aan. Mijn haar is vet. Kijk, die plukje is afgebroken. En ik ga straks naar de JFK Man of the Year Awards. Ik weet niet of ik het goed zeg. Dus ik ga even thuis nu chillen en dan ga ik me zo omkleden. En dan ga ik daarheen. En dan morgen ben ik lekker vrij de hele dag. Morgen is zondag en dan maandag is de begrafenis van mijn oma. En daarna gaan we naar Italië werken. Tot woensdag. Weer naar het buitenland. En dan ben ik 2 weken in Nederland. Wij hebben ons even super snel omgekleed. Ja, Sander zijn pak. Tommy Hilfiger, toch? Ja, Tommy. Super mooi. En ik kan het niet zo goed zien, maar misschien kun je het straks even filmen wat ik aan heb. Ja, leuk. Ik ben niet zo blij met mijn haar make-up, maar ik heb het echt in een paar seconden gedaan. Ik ben er wel blij mee. Zou je willen? We gaan er naartoe hebben. Ja, me too. Dus we gaan even kijken of het leuk is om te vloggen. Ja. En Olly is thuis met de oppas. Maar die gaat zo naar bed, dus it's all good. Good morning. Het is zondagochtend. Zoals jullie zien heb ik geen make-up op. Ik zie echt lijkbleek ook. En het was gisteren wel gezellig. We hadden best wel wat gedronken. En ik merk echt, ik kan echt niet tegen weinig slaap en tegen alcohol drinken. Ik heb dus net even 2 uur nog geslapen. Toen Olivia ook lag te slapen. Nu ben ik net weer wakker. Dus nu ga ik haar koffie drinken. En we gaan zo naar Bibi. Want we gaan even Bibi haar... niet beugel, tenminste naar Bibi's moeders huis. Bibi haar niet beugelfeest even in het echt bewonderen. Dus ik ga even Olivia leuk aankleden. En ik heb mezelf echt absoluut niet leuk aangekleed, zoals jullie zien. Noor heeft zo hard gewerkt. Time voor Noor om een beetje te chillen. Ja, maar we gaan echt nu hard werken. We gaan morgen naar Italië en dat is echt behaagd beugel. Ja, maar dat is toch leuk. Dan heb je alleen maar dat te doen, geen andere focus. Nee, heel zoenen zo. You see, I'm trying. Kijk eens wie hier is. Kijk. Waar ben jij? Oh, je bent daar. Wat heb je daar? Dit. Is dat van de stofzuiger? Je haar zit zo mooi door de war. Doe je haar eens uit je ogen. Hoor je de zee? Oh, de wc. Ja. Ben je aan het bellen? Nee, schat, dat is alleen met een schelp dat je de zee hoort. Ja. Dat werkt niet met de borstels van de stofzuiger. Hm? Oké, ik ga Olly aankleden. En dan gaan we naar Piepsje. We hebben heel veel eten besteld. En we bestellen elke keer bij Pita Pita Pita. En het is echt super lekker. We hebben deze. Pita. Ja. Al die lekkere dips. Olly vindt tzatziki bijvoorbeeld heel lekker. We hebben echt... Nou, allemaal soorten dips. Deze is, ja... Die vind ik dus niet zo. Oké, okay, dit is echt mijn favorite dip. Ik zie mijn favoriet er dus niet tussen. Die aubergine. Of is dat deze? Ja, dat is die. Oh, oké. Okay.
Deze ook even. Dit is dus een pittig kipbroodje ding. Dit is echt niet normaal. Zo lekker. En ze doen overal granaatappel op. En dat is zo lekker ook. Echt super fris. So let's eat. Ik vind het dus heel chill om allemaal dingen op te schrijven. En wat ik dus doe, we gaan morgen naar Italië en ik wil daar wat foto's maken. Dan ga ik zeg maar per foto die ik wil maken, schrijf ik zeg maar mijn outfit even uit. Dat ik weet wat ik zo meteen in moet pakken allemaal. Dus dat doe ik. En trouwens, San, kan jij mij helpen? Dit pakket wilde ik heel graag laten zien, alleen ik kan het dus niet met één hand doen. Dit is een pakket van Armani Beauty. En het is echt... Ja, ik wist het dus ook even niet. Je moet trekken. Hij komt er wel gewoon uit. Je trekt, volgens mij. Ja, zie je? Hij pakt het. Het is heel gek, want hij pakt het lint. Het is echt super mooi. En dit zijn, ik denk, allemaal nieuwe lipsticks. Oh, fijn. Ik was heel erg toe aan nieuwe lipsticks. Ja, hè? Ja. Maar ook echt top dat die kleur erop staat. Ik ga er meteen voor bruinachtige rood in de...